Kent u dit soort ruzies? U krijgt nu de kans op de televisie uw gelijk te halen. In Meeste Stemmen Gelden, een nieuw programma van de KRO, bied ik u de mogelijkheid om uw zaak samen met de tegenpartij voor te leggen aan een onpartijdige jury, die vervolgens een bindende uitspraak doet. Dus, als u vindt dat het uit moet zijn met dat gerook van uw collega, met dat drummen van de buurjongen, of met dat geruzie over oma's zilveren schaal, bel dan naar Meeste Stemmen Gelden 02154-24000. 02154-24000. Straks na de ster, gewetensgevangenen. Een middagje met de kleinkinderen kan heel wat van je vergen. Magnesium bijvoorbeeld, vitamine B6, vitamine C en waardevol kalium. De natuur maakt het aanvullen van al deze stoffen zo eenvoudig als het eten van één Chiquita-banaan. Hoewel u er in het geval van een tweeling best wel twee mag nemen. Chiquita-bananen, misschien wel het beste uit de natuur. Je maakt wat mee als vredestijdman. Miljoenen mensen kauwen lekker frisse Vriedent met Meciditol. Vriedent met Meciditol stopt schadelijke zuuraanvallen op je tanden en helpt actief je tanden gezond en sterk te houden. Kauw ook Vriedent met Meciditol. Het is beter voor je tanden en wordt aanbevolen in plaats van gewone kauwgom. Voor de droge huid heeft Alan Batrix iets nieuws gevonden. 100 meter onder de zeespiegel. Zeealgen. U vindt ze in Biomoist. Ze geven uw droge huid de vochtigheid die u de hele dag blijft voelen. Verzorg je schoonheid. Biomoist, de rijke crème voor de droge huid. Alan Batrix, The Care Company. Naast cappuccino en espresso is er nu ook Wiener Melange, dessert en dessert cafeïnevrij. Café à la carte van Nescafé. Dat is genieten van je favoriete koffie. Warner Music presenteert de mooiste melodieën van Mario Lanza. Gezongen door de wereldberoemde tenor José Carreras. De nieuwe cd van José Carreras, vol romantiek en hartstocht. With a Song in My Heart van José Carreras. Betoverend mooi. Hoe al die wasmiddelen ook ruzieën over wie het beste is. U bepaalt toch zelf wat u het beste vindt? Ariel, niet voor niets het meest gekochte wasmiddel in Nederland. Als je alles hebt gegeven en je hebt een stevige trek, dan is er maar één reep. Snickers. Vers geroosterde pinda's, karamel en chocola. Elke hap geeft voldoening. Snickers tilt stevige trek. Official sponsor WK Voetbal 94. 6 november live op tv. 12 unieke sportwedstrijden waarop u kunt inzetten. Ga nu naar de lottowinkelier voor een wedstrijdformulier of maak 25 gulden over op rekening nummer 5200 de namen van de lotto en ontvang het door de computer ingevuld formulier bij u thuis. Doe mee en steun de gehandicapte sport. Als je hele fijne mayonaise bereidt met biocultuur, krijg je iets heel bijzonders. Culinaise van Gouda's glorie. Waaraan ik denk als ik palm drink,
Dan denk ik aan België. En dan zie ik de gulle kracht van het Vlaamse landschap. Dan zie ik de tijd die alle mooie herinneringen bewaart als gouden momenten. Als ik palm drink, dan denk ik aan het Bourgondische België. En dan zie ik de rijkdom van al dat heerlijke en de overvloed van al dat warme. Want alleen in palm proef je de rijkdom van het land waar palm wordt gebrouwen. Palm, Belgische weelde. Ellen van Lange vraagt aandacht voor Yndamiro Restanodeas. Jaar is de Cubaanse dichter en journalist Yndamiro Restano Diaz. Tijdens zijn studententijd aan de universiteit werd zijn poëzie bekroond met een prijs. Daarna werkte hij als journalist voor Radio Rebelde, dat eigendom is van de Cubaanse staat. Hij werd een specialist op landbouwgebied. In 1985 gaf hij een interview aan een Amerikaanse journalist waarin hij zich kritisch uitliet over het bewind op Cuba. Kort daarop werd hij gearresteerd en weer vrijgelaten. Het kostte hem zijn baan bij de radio. Hij werd glazenwasser bij een ziekenhuis. Toen hij een paar maanden later weer een collega-journalist een interview toestond, verloor hij zijn baan als glazenwasser. In de bouw vond hij tenslotte weer werk. Toen hij op 20 december 1991 het huis van zijn ouders verliet, werd hij opgepakt door de Veiligheidsdienst. 5 maanden later diende zijn proces voor de Volksrechtbank van Havana. De aanklacht luidde dat hij als oprichter en voorzitter van de Movimiento de Amornia, MAR, een opstand voorbereidde door middel van sabotage en aanslagen op politieofficieren en leidende politieke figuren. 12 jaar gevangenisstraf werd er tegen hem geëist. Hij werd veroordeeld tot 10 jaar. Een aantal buitenlandse diplomaten die het proces wilden bijwonen, werd het onmogelijk gemaakt. 2 buitenlandse journalisten slaagden er wel in de zitting bij te wonen. De beschuldigingen die tegen Yndamiro Restano Diaz werden ingebracht, werden op geen enkele manier bewezen. Integendeel, een van de getuigen, die eerder een belastende verklaring had afgelegd, zei op de zitting dat hij een pacifist was en vergeleek hem zelfs met Mahatma Gandhi. In augustus 1990 stelde Yndamiro Restano Diaz namens de MAR een manifest op waarin hij de situatie analyseerde. De groep noemde zichzelf democratisch socialisten en voelde zich mede verantwoordelijk voor de crisis waarin het land was terechtgekomen. Letterlijk schreven zij: "Ons doel is met onze ideeën te helpen bij de overgang van het staatssocialisme naar democratisch socialisme. De invoering van democratie en de rechten van de mens is een voorwaarde sine qua non om in ernst de problemen op te lossen. We vergissen ons als we denken dat het menselijk wezen enkel zekerheid nodig heeft. In de afgelopen 30 jaar hebben we ook geleerd dat hij vrijheid nodig heeft. En tenslotte, wij willen een onafhankelijk, socialistisch en democratisch Cuba." Men schat dat de groep een paar honderd leden heeft en deel uitmaakt van een veel grotere groep, de Concertación Democrática Cubana.